Het zwembad van de sportboulevard in Dordrecht is weer open. Eind vorige maand moest het enkele dagen na de officiële opening al sluiten, omdat er legionella-bacteriën waren ontdekt in de waterleidingen. Die leidingen zijn nu schoongespoeld. De gevaarlijke bacteriën zaten alleen in de leidingen, het water in het zwembad zelf is niet besmet geweest. De sportboulevard heeft al eerder problemen gehad. Voor de eerste opening was er al weken vertraging door technische problemen in de bouw. De deelgemeente Delfshaven in Rotterdam wil geen opvanghuis voor jongeren in het voormalige Hotel Waldor aan de Hemraad Singel. Er zijn plannen om daar zo'n huis in te richten waar jongeren met gedragsproblemen zich kunnen voorbereiden op zelfstandig wonen. Zo'n fasehuis zou de leefbaarheid in de wijk te veel aantasten, vindt de deelgemeente. In overleg met het gemeentebestuur zijn de vergunningen geweigerd. Het Nijmachine Museum in Dordrecht dreigt te moeten sluiten. Er is geen geld meer om het museum open te houden. De collectie van antieke naaimachines gaat waarschijnlijk in de verkoop. Het museum is gevestigd in het huis van Dick Bekkers, die het museum samen met zijn tweelingbroer Piet heeft opgericht. Sinds het overlijden van zijn broer kan Dick het pand niet langer betalen. De gemeente Dordrecht wil niet bijspringen om het naaimachinemuseum te redden. Vlaardingen was dinsdagavond het toneel van een training van de Koninklijke Landmacht. Twee helikopters en zo'n twintig militairen werden ingezet om een aanval te oefenen op een leegstaande fabriek aan de Deltaweg. Volgens het draaiboek zou daar een gijzeling aan de gang zijn. Bij de aanval werden een Chinook en een Cougar-transporthelikopter ingezet. De oefening trok de aandacht van veel omwonenden. Rond 9 uur was de training afgelopen.